Het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen hebben veel invloed op bedrijven. We zien dat ondernemers het algemeen belang voorop stellen. En dat vind ik knap. Maar ze hebben natuurlijk ook zorgen. Samen met Marlies Volte, onze wethouder Economische Zaken, hou ik digitaal contact met hen. Met bedrijven en ook met de ondernemersverenigingen. We merken dat ondernemers nadenken. Nadenken wat er nodig is om door deze periode heen te komen. Ik heb bewondering voor hun creativiteit en hun aanpassingsvermogen daarin. Dat is natuurlijk nou net wat hen onderscheidt als ondernemer. We hopen dat onze bedrijven er goed doorheen komen. En moedigen ondertussen onze inwoners aan om vooral ook lokaal te kopen. Hopelijk kunnen ze straks dan weer volop aan de slag. Hou moed.